start gevallen. Goede start was er even voor Bonefish Life, maar die sprong over het elastiek heen en begint daardoor in galopwaarde. Maar inmiddels draaft hij weer. Leiding is inmiddels genomen door André Bakker. Die gaat als eerste de bocht in met Bastien Duchef. Bastien Duchef, daarachter op plaats 2 voor Ron of Tepper. De derde plaats daarachter is voor Benko of Paradise. Het zijn de eerste 3. Vierde plek aan de buitenkant voor Bonefish Life. En die is nu binnendoor voorbij gelopen door paard nummer 2, Bando Davanna. De favoriet die ligt daar dan weer achter. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Eén deelnemer is met achterstand begonnen. Dat is Vino Leblanc. Als we de finish passeren, nog 2 volledige ronden te gaan. Tempo wordt gemaakt door Bastien Duchef. Die gaat graag van kop af. Maar aan de buitenkant komt nu de aanval van Bonefish Life. Bonefish Life gaat erachter. Bastien Duchef geeft wat gas bij. Ruimte genoeg. En daar komt Azio Family al aan de buitenkant. Azio Family schuift van plaats 6 door naar plaats 5. Nu naar plaats 4. En ook naar plaats 3. En Azio Family is op weg naar voren. Bastien Duchef daarachter op plaats 2. Bonefish Life, derde Azio Family. Vierde is Foron of Depin, dan Benko of Paradise. En die krijgt nu aan de buitenkant naast zich de opkomende Coupigny's Star. De nummer 7 met Michael Niemczyk. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En in één rush heeft Azio Family de leiding inmiddels ook overgenomen. Azio Family nu vooraan. Daarachter op plaats 2, Bastien Duchef. Daarachter volgt Bonefish Life. Vierde nu ingeparkeerd Compagnie Star. Galopade daar van Blossom. Blossom sprong kort weg en verliest daardoor terrein. Achter plaats 4 ligt op plaats 5 dan voor Ron of Tepper. En zo gaan de paarden de bocht weer in. De bocht wordt ingedraaid en aan de buitenzijde gaat nu naar voren Bando Davanna met Jaap van Rijn. Zo zit er genoeg leven in de koers, maar ligt de favoriet inmiddels vooraan, Azio Family. En het is lastig om hem daar weer weg te krijgen, leert de ervaring. Vlak achter hem ligt Bastien Duchef. En die twee paarden zijn als eerste weer in de rechte lijn voor de tribune. Na het passeren van de finish nog 1 volledige ronde. Azio Family. Daarachter Bastien Duchef. Dan Bonefish Life. Aan de buitenkant Bando Davanna. Daarachter Wil van der Reling af. En dat gaat hij zo ook doen. Coupigny Star. Coupigny Star past daar precies tussen. Aan de buitenkant Athena Franca. Maar die is net even iets sneller. Athena Franca maakt het gaatje dicht. Blossom daar vlak achter. Dan volgt Foron of Tepin. En daarachter is het dan nummer 9. Galop 9 uitgeschakeld. Banco of Paradise. En een paar lengte daarachter volgt dan nog het nummer 11. Ulysse de Jodre. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde. En dan nog altijd onder aanvoering van Azio Family. Azio Family. En naar de buitenkant komt wel Athena Franca dichterbij. En die gaat nu ook naar het derde spoor. Voormalig seriewinnares uit België gaat nu aanvallen. Uitgeschakeld Athena Franca. Nummer 11. Onregelmatig draven. 11 uitgeschakeld. En Athena Franca komt uit op plaats 2. En nu valt Bando op Bando Davanna ietsje terug. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Azio Family. Athena Franca op plaats 2. Derde plek aan de relingzijde daarachter is nog altijd voor André Bakker. Die daar makkelijk meegaat met Bastien Duchef. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Laatste keer dat ze de laatste bocht doordraaien vandaag. En ook vlak daarbij. 1 uitgeschakeld. Ook vlak daarbij is het Bonefish Life. Paarden nu in de laatste rechte lijn. En daar valt Azio Family stil. Aan de buitenkant komt Athena Franca, die neemt over. Buitenzijde is het Bonefish Life. Athena Franca, Bonefish Life. Athena Franca leidt nog altijd. Athena Franca, weer een winnaar uit België. Athena Franca de 6 wint. Tweede plaats, de 4, Bonefish Life. En derde wordt de 3. En dat is Bastien Duchef.